is een van de eerste dingen die ik zag. Een van de eerste dingen die ik zag überhaupt van de aarde toen ik naar buiten keek op mijn allereerste vlucht. Dat was de Afsluitdijk, de Waddeneilanden en de Afsluitdijk. Puur toeval dat je dan net over Nederland vliegt en dat vanuit de Soyuz toen kon zien op weg naar het ruimtestation. En die dijk, ja, dit valt heel erg op natuurlijk. Zoiets heb je nergens. Nee, nou, het is natuurlijk heel iets. Je merkt meteen, hey, dit is menselijke architectuur. Dit is een heel bijzondere plek. Want je ziet dat het niet natuurlijk is. Hè? Dat kaarsrecht. Ja, het is ineens een kaarsrechte streep die je zo ziet lopen. Ook leuk om te vertellen tegen collega's natuurlijk. Van, kijk, zo beschermen wij ons tegen het water. Want je kan het heel goed zien. Mensen vragen wel, heb je de Chinese muur gezien? Nou, en? Dus niet. Want de Chinese muur heeft dezelfde vorm en kleur als de omgeving. En die gaat ze tussen die bergen en de heuvels door. Die is heel moeilijk te vinden. Maar de Afsluitdijk, omdat het een land-watergrens is, kan je heel goed zien. Dat is echt een iconisch beeld. Een hele duidelijke streep. Wow. Dus dat is een beetje de orde van grootte van dat hele project? Ja. De dijk die de woeste Zuiderzee temde en ons land beschermde tegen stormvloeden. De dijk van miljoenen kilo's keileem en van duizenden mannen die eraan werkten. De dijk die inpolderingen mogelijk maakte en vruchtbare landbouwgrond schonk. Die dijk gaat nu, na bijna 90 jaar, op de schop. En dat betekent nogal wat over de volle 32 kilometer van dit meesterwerk. Bij aanleg was de dijk een wonder van innovatie dat ons land voorgoed veranderde. En nu staat die dijk voor nieuwe innovaties, want voor een nieuwe tijd. De zee stijgt, de zee dreigt opnieuw. We moeten aan de slag. Die dijk doet nu al 90 jaar prima zijn werk, 90 jaar vrijwel onveranderd. Hoe knap is dat? Ja, dat is echt een geniale aanleg geweest. Een ontwerp wat heel goed doordacht is. Het is inderdaad heel bijzonder, want hoeveel machines, dingen werken na 90 jaar nog zoals ze ontworpen zijn en zijn nog steeds functioneel. Dat is uniek. En waarom na 90 jaar dan nu toch een verandering? Ja, de Afsluitdijk die beschermt al sinds 1932 grote delen van Nederland. Maar de omstandigheden zijn inmiddels veranderd. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt. Er vinden grotere piekafvoeren van de rivieren plaats die moeten worden afgevoerd. Bovendien, we hebben in Nederland ons ten doel gesteld dat we hier echt in de veiligste delta van de wereld willen leven. En daarmee stellen we hogere eisen dan we destijds hebben gesteld bij de aanleg. Dat alles betekent dat wij nu de Afsluitdijk voor het eerst in zijn geschiedenis volledig gaan versterken en vernieuwen. En wat is dan het allerergste dat ons hier kan gebeuren? Het allerergste wat kan gebeuren als er echt met een superstorm, springvloed, de dijk zou bezwijken. Dan is de kans groot dat heel veel dijken in het achterland rondom het IJsselmeer tot aan Amsterdam aan toe ook bezwijken. En we in een groot deel van Nederland ernstige overstromingen krijgen. Dat vraagt opnieuw om een masterplan om die zee te bedwingen. Om Cornelis Lely's erfgoed veilig te stellen. Die superstorm. Elk jaar is er een kans van 1 op 10.000 dat die hier komt. En toch, daar moet de nieuwe Afsluitdijk ons tegen beschermen. De allereerste plannen voor het afsluiten van de Zuiderzee dateren al uit de 17e eeuw. Maar in 1891 werkte jonge ingenieur Lely de eerste levensvatbare plannen uit. Mag ik erover heen klimmen? Ja? Op de stoel van de grote man. Jij mag dat. Ja, dat is echt een hele grote eer. De dijk van Lely moet Nederland beschermen tegen de ruige Zuiderzee.
Bureau van de grote man, Cornelis Lely. Ja, van de grote plannenmaker is het echt, hè. Hij zat hier aan dit bureau dan altijd te werken. Hieronder zit een la waar hij ook de kaarten maakte en de kaarten bewaarde. Na de stormvloed van 1916, die meer dan 50 levens kost en flinke stukken van Nederland onder water zet, wordt definitief besloten de Zuiderzee af te sluiten. Voor de veiligheid, maar ook omdat er door de Eerste Wereldoorlog een voedseltekort is ontstaan. Een nieuw stuk drooggelegd land, dat Wieringermeer zou gaan heten, moet landbouwgebied worden. Lely was een man die met ongelooflijke visie en vooruitziende blik inderdaad aan het werk was. Hij heeft ook al lang niet alleen dit gedaan. Hij is ook 3 keer minister geweest, hè, van sociale zaken, economische zaken. Hij is dus ongelooflijk belangrijk geweest voor het nieuwe Nederland, de opbouw van het moderne Nederland. Dan ging het, Lely, niet alleen om die dijk, het ging om polders, het ging om heel veel. Wat was het complete plan? Veiligheid, dat die stormen die verschrikkelijke watersnoden konden veroorzaken, dat verleden tijd zou zijn. Maar het ging ook om nieuw land, dat het uiteindelijk iedereen erachter ging staan, speelde die Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol. Want wij konden laten zien aan de wereld hoe belangrijk, hoe groot we waren. De rest van de omgeving lag in puin, hè. Duitsland, België, Frankrijk. Het was één grote chaos, één grote vernietigde boel. Die moesten weer opbouwen. Hoe deden wij dat? Door ook nieuw land op te bouwen. En dat moest modern land worden. We moesten laten zien aan de wereld dat wij ook meetelden. Land veroveren, maar dan vreedzaam. Vreedzame annexatie werd het genoemd. Ja, en dat is natuurlijk een prachtig term. Dat is echt de term. Dat werd in de Tweede Kamer gezegd. Een voorbeeld van vreedzame annexatie. De wereld keek daar met grote ogen naar, want het was dus echt niet mis om zoiets te doen. Het was een waterbouwkundig project. Ja, dat was nog nooit gebeurd, in Nederland niet, maar in de rest van de wereld ook niet. De komst van de afsluitdijk zorgde voor veiligheid. Maar het afsluiten van de Zuiderzee betekende ook het einde voor de visserij daar. Ook voor de opa van Gonnie, die tot 1920 heeft gevaren over de Zuiderzee, was het over. Dit is uw opa. Dat is mijn opa van moeders kant. Het afsluiten van de Zuiderzee, de bouw of de aanleg van de afsluitdijk, was het einde van zijn wereld. Van zijn wereld, ook gezien zijn leeftijd. Want opa was van 1850. En toen de Zuiderzee klaar was en dicht was, toen had opa het gehad. Maar hij heeft het nooit kunnen accepteren of los kunnen laten. Het idee dat het geen zout water meer was, dat was ook al, want het werd brak. Hij had daar verdriet van. Ja, hij kon dat toch niet loslaten. Het is mijn haringvijver niet meer, zei hij dan. Foto's heeft Gonnie niet veel van haar opa. 1,5 om precies te zijn. Maar de verhalen, die leven nog. Uw opa voer op de Zuiderzee? Ja, van Hasselt naar Noord-Holland en van Noord-Holland terug. Lijnkoek. Kolen, rode kolen, witte kolen, wat over was, kleine aardappeltjes, drielingen en krielen. Nou ja, en dan onderweg vissen, hè? Achter het schip aan een net. En vissen, want dat was gratis bikken. Ja. En opoe. Nou ja, opoe. Als het harde wind was, werd opoe aan het roer vastgebonden. En dan deed opa de zeilen in de gaten houden met harde wind. Ja, ja, dat was heel gewoon. En opa leefde met die Zuiderzee. Hij hoorde de stemmen van de Zuiderzee. Als hij het schietlood liet zakken, kon hij op de meest nauwgezette plaats aangeven waar ze waren. Gonnie's grootouders zijn er nooit naartoe gegaan om hem te zien. Die dijk die alles voor hen veranderde. De dijk die zelf sindsdien nooit meer veranderde.
Hij ligt er nog altijd precies zo bij als in de schetsen van Cornelis Lely. En dat lijkt heel erg op wat we nog steeds zien, toch? Dat is precies de afsluitdijk zoals die geworden is. Stel je nou voor, dit project was gedaan door een collega van jou die denkt, we zetten midden op die dijk een landmark, ja, een hotel van 24 verdiepingen. Ja, ja. Dat was me door de ziel gesneden. Ja. Dus had heel veel fout kunnen gaan bij het bedenken op hoe die versterking eruit moet. Eigenlijk is een belangrijk deel van jouw taak voorkomen dat die dijk verpest wordt. Dat was het, ja. Dus eigenlijk dat je inderdaad die eenvoud en die monumentale waarde en die simpelheid, dat je die behoudt. En dat we een paar kleine dingen hebben kunnen doen die het verbeteren. Dat is het uitgangspunt voor de vormgeving van de nieuwe afsluitdijk. Versterken, zeker. Maar het moet wel Lely's dijk blijven. Het is achteraf gezien ongelooflijk om te bedenken hoe ze het allemaal konden. En de discussie is natuurlijk wel geweest, moeten we hem nu totaal gaan moderniseren? Moeten we echt zichtbaar maken van dit was 2020 en toen hebben we bij wijze van spreken een hele nieuwe dijk gemaakt? Of bouwen we voort op wat we nu mooi vinden? Noem eens een schrikbeeld, een nieuw statement. Wat was er dan gebeurd hier? Wat je had kunnen doen, hier zie je de Waddenzee, een grote golfbreker van die X-blokken, zoals die in Dubai ook liggen en ervoor leggen. Dan had je de hele dijk zo kunnen laten, want dan werden de golven gebroken. Maar ja, klaar. Maar dat is zo respectloos ten opzichte van de afsluitdijk zoals die gemaakt is. Want dan leg je er iets nieuws voor en dan is dit nog een soort, nou ja, heeft eigenlijk niet meer echt een serieuze functie. Dus daar hebben we ons echt tegen verzet. En we hebben gezorgd dat er in het contract zulke eisen terechtkwamen dat een aannemer dat niet mocht maken. Het karakter van de dijk blijft dus behouden. Maar wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Jullie hebben een heel eisenpakket klaar en daar zitten ook allemaal innovaties aan vast. Kun je wat noemen? Ja, we hebben eigenlijk in het eisenpakket natuurlijk in eerste instantie gevraagd om een goed veilige dijk te maken. Maar dat is niet het enige wat speelt. Want daarnaast is duurzaamheid belangrijk. We weten bijvoorbeeld dat materiaalgebruik, hè, zand, klei, beton wat er voor nodig is, een enorme beslag legt op het milieu. Dus daar slim mee omgaan is belangrijk. En een ander aspect is bijvoorbeeld de vormgeving. We willen dat de essentiële kwaliteiten van de afsluitdijk behouden blijven. Nou, dat vraagt om slimme oplossingen om aan al die soms wat tegenstrijdige eisen te voldoen. En daar is bij dit project zijn daar hele mooie oplossingen voor bedacht. Zo innovatief als de dijk toen al was, zo zijn de plannen dat nu opnieuw. Teams en ingenieurs hebben zich er jaren mee bezig gehouden. Bas Reedijk is de man die dé oplossing heeft bedacht om de afsluitdijk te beschermen. Hoeveel zijn dit er nou? Ongeveer 10.000. En hoeveel moet het er worden? Uiteindelijk gaan er 75.000 op de afsluitdijk. Dus dit is nog maar een fractie? Dit is nog maar een fractie. Er liggen al een paar duizend zijn naar de afsluitdijk toe, maar dit is nog maar een klein gedeelte van wat er totaal nodig is. Bas ontwierp blokken, level blocks genaamd, die aan de zeezijde van de dijk komen, als golfbreker. Ja, en dat doe je dan onder leiding van een hoofdontwerper die zegt, maak iets nieuws, maar het moet er ongeveer uit blijven zien zoals het was, oud. Ja, iedereen wil de dijk houden zoals die is, zoals die in de jaren 30 is aangelegd. En eigenlijk mag je niet zien dat die vernieuwd is, het moet hetzelfde eruit blijven zien. Dus ga je gang. Ja, dat is een hele uitdaging. Superstormen hebben ongekende windsnelheden. Ze komen met extreme neerslag. Een extreme vloed. Huizenhoge golven. En daar moet de nieuwe bescherming dus tegen kunnen. Aan jou dus de taak om een nieuw soort basaltblokken te ontwerpen. Hoe kom je tot zo'n vorm?
Ja, je gaat nadenken. Dus we hadden al een blok eerder bedacht, wat in 2001 bedacht is. Dat is mijn eigen blok, X-blok. En dat X-blok, dat mocht niet op de dijk met het golfbrekerblok. Dus we moesten iets anders bedenken. Maar we zijn begonnen vanuit die basisvorm van X-blok te denken. En even als idee, dus dit is een X-blok, een houten X-blok. Dus dit is het eerste X-blok wat ik zelf in mijn garage uit hout heb gezaagd. Dat knutsel jij? Ja, je werkt ook met je handen. Dus ik zit normaal achter een laptop, zacht computerschermen. Maar je moet ook met je handen werken om een gevoel bij te krijgen, is iets goed, ja of nee. En wij werken ook met schaalmodellen, we testen dingen op schaal. Jij speelt met blokken? Ik speel ook met blokken, ja. Dus het is, in het begin waren ze zelfs van Lego. De eerste vormen die we hadden waren van Lego. Je meent het. Maar uiteindelijk ga je dat verder uitwerken en je hebt een tekening. En dan ga je gewoon in je garage met de zaag aan de gang. Vervolgens ga je in de keuken van een beetje beton het eerste betonnen X-blok maken. En uiteindelijk heb je een definitieve X-blokvorm, wat dit is geworden. En dat is de basis van deze blokken. Dit zijn levelblokken die komen op het afsluitdijk te liggen. Maar we zijn begonnen met dit blok. Elke versie is getest, was nog niet stabiel genoeg. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ja, als we die neus nou afschuinen, dan heeft die golf, we hebben er minder grip op. Weer getest, dus hadden we een gemodificeerde vorm. Ja. Maar die was nog niet goed genoeg. Dus we zijn nog veel verder gaan sleutelen. En in totaal 3 jaar tijd zijn we dus tot het levelblok gekomen. Dus dit is de uiteindelijke vorm van levelblok. Oh, en heel, okay. Je kan nog net een beetje het X-blok herkennen. Dus deze, de staart, dit noemen we staart, snavel en vleugels. De staart lijkt nog op een X-blok, maar voor de rest is het helemaal aangepast. De testen zijn gedaan in de grootste golfsimulator van de wereld, waar stormscenario's worden gesimuleerd. De Delta-goot van Deltares in Delft, het voormalig waterloopkundig laboratorium. In een waterbak van 300 meter lang en 5 meter breed worden golven opgewekt op een schaal van 1 op 3. Door hun vorm zitten de levelbloks stevig in elkaar gehaakt om de kracht van de golven te kunnen weerstaan. Door het gat midden in het blok glijden de stenen het water beter en bewegen ze dus minder. Ook vraagt het maken van een blok minder beton. We lopen hier nou over het aanstaande fietspad. Ja, dat komt ongeveer op deze hoogte. Kunnen we hier fietsen? En jij hebt het erin gefietst. Ja, we hebben het erin gefietst. Net even handig en gewoon handig vastgelegd wat voor profiel de aannemer mocht maken. Wat voor soort bekleding die mocht gebruiken. Ja, en het was onvermijdelijk dat hij om de golven te breken ongeveer op deze hoogte. Dat heet dan het maatgevend hoogwater, tot hoe hoog de golven komen bij een storm. Dat hij op die hoogte een horizontaal stuk nodig had. Daar moesten ze wel op uitkomen, dachten wij. En dat is gelukt, ja. Binnen is binnen. Binnen is binnen. Nou, dat vind ik wel geweldig. Als dat er ligt, denk ik dat heel veel mensen er heel blij mee zijn. Dat je hier de hele Waddenzee kan zien en niet meer langs die snelweg hoeft te rijden. Behalve met wind tegen. Behalve wind tegen. Maar dan moet je en je hebt altijd wind tegen. Je hebt altijd wind tegen. Nou, kan je nog voor kiezen om lekker langs de auto's te gaan fietsen. De dijk krijgt dus versterking en een mooi fietspad, maar er is meer. In de dijk worden 2 nieuwe spuisluizen gebouwd en 2 grote gemalen die, als dat nodig is, overtollig water kunnen wegpompen van IJsselmeer naar Waddenzee. Voor de schutsluizen worden keersluizen gebouwd die bij extreem hoog water dichtgaan. En over een paar jaar wordt ook de schutsluis op Kornwerderzand verbreed. De meeste werkzaamheden zullen volgens schema in 2022 rond zijn. Alleen de bouw van de spuisluizen loopt vertraging op, want daar zijn aanpassingen nodig aan het ontwerp. Dit laatste onderdeel is, naar verwachting, klaar in 2025. Ook komt er een vismigratierivier. Een doorgang voor vissen die zowel in zoet als zout water leven. Voortaan zullen zij heen en weer kunnen zwemmen tussen IJsselmeer en Waddenzee, zonder dat het zoute water in het IJsselmeer loopt of het zoete in de Waddenzee. Verbluffend staaltje waterbouwkunde. Dus je bent bezig met een dijk, die maak je hoger en steviger en dan maak je er een gat in. Ja, dat klinkt natuurlijk buitengewoon tegenstrijdig. Hè? Een gat voor de vis, terwijl we de dijk gaan versterken. Dat moet kunnen. Het is natuurlijk heel uniek dat we dat belangrijk vinden in deze tijd. Het is wel zo dat in de dijk ook een waterkering wordt aangelegd in dat gat in de dijk, zodat die bij storm dicht kan als nodig is.
En we hebben ook met de provincie afgesproken dat wij als Rijkswaterstaat die aanleggen en beheren. Want we willen de veiligheid van die hele dijk toch wel graag in eigen hand houden. Het wordt wel ontzettend ingewikkeld, hè? Ja, het mooie is van zo'n afsluitdijk als project dat het een samenspel is van heel veel partijen die allemaal wat doen. En dat samen maakt die afsluitdijk zo uniek. En hier zie je bijvoorbeeld een zeekool met grote bloemstengels en er zitten nog wat zaden aan. Ja, die zaden die verzamelen we en die brengen we straks weer terug in de dijk, op de dijk, zodat de zeekool weer terug kan keren. En deze houdt of kan wel wat tegen het zoute milieu hier? Ja, ja. Raar ding. Je ziet echt een koolsoort. Je ziet ook dat het een koolsoort is, hè? Aan die stelen en de kleur van het blad, op blauwige. Het is echt een koolsoort en het werd vroeger ook wel gegeten en er zijn ook nu weer onderzoekers aan het kijken of we nou met in zoutere omstandigheden in de toekomst of we zeekool ook weer op het menu kunnen krijgen. Dit kan dus? Ja, hij wordt normaal wel gekookt. Boerenkool? Ja, lijkt het boerenkool? Ja. Ja. Ja, het is echt een koolsoort. Beetje zoute boerenkool en het zout zit er al door. Dat is handig. Nieuwe Nederlandse keuken. Zo wordt er voor de Nieuwe Dijk nagedacht over duurzaamheid en ecologie. Innovaties uit de 21ste eeuw. Maar het meest duurzaam is toch altijd nog de kern van de afsluitdijk die onveranderd blijft. Keileem. Puur natuur. Een grondlaag in ons land die door de gletsjers uit de ijstijden is afgezet. Dat was 90 jaar geleden dé ontdekking die de afsluitdijk nodig had. Taaier dan zand of klei en ruim voorhanden in Noord-Nederland. Het beruchte Keileem, waar de afsluitdijk, de kern van de afsluitdijk. Je ziet het niet, maar hier is het opgebouwd. Dit is... het is heel vet. Vette Keileem, ja. En wat ze toen, als je het opgraaft, dan zijn het echt grote bonken. Dit is al een paar keer geroerd, zeg maar. Dus dan valt het wat uit elkaar. Maar je kan echt, je kneedt het zo vast, zeg maar. Het was bestand tegen hoge stroomsnelheden. Ze maakt twee dammen maakt ze voor de afsluitdijk en daar binnenin stortte ze het naar zand, zeg maar. Wat spoelde zand, spoelde weg, zeg maar. Dus vloed, eb, dat kan heen en weer gaan, maar dit blijft liggen dit blijft waar het ligt. Ja, het is het wondermiddel voor de bouw van de afsluitdijk. Alsof je betonblokken stort. Nou ja, in principe wel, ja. En als je het opbaggert, dan is het ook echt vet en blijft de grote bonk ook, zeg maar. Dan blijft het in elkaar, dit is wat los, zeg maar. In 1932 is het dan ook keileem dat het laatste gat in de dijk dicht. Met hulp van de modernste machines van die tijd. Jan Klein komt uit een familie van waterbouwers. Ja, dat is mijn opa. De oprichter. Ja, Piet Klein is dat, ja. De familie is van meet af aan betrokken bij het onderhoud van de dijk. Ook Jan de Krijger komt uit een familie met roots op de afsluitdijk. Zijn familie trok naar den oever voor de bouw van de Zuiderzeewerken. De duizenden arbeiders worden hier gehuisvest in barakken, dicht bij het werkeiland. Jan, we staan hier aan de kop van de afsluitdijk, Den Oever. Uw opa kwam hier eind jaren 20 werken. Ja. Als steenzetter. Steenzetter op de grote afsluitdijk. Dat vak hadden ze geleerd in Zuid-Holland, in de buurt van Hoek van Holland. En die kanten, daar woonden ze ook, aan de grote rivieren. En ze zijn met een heleboel broers... met hun gezinnen zijn hier naartoe gegaan toen die afsluitdijk gebouwd zou gaan worden. Op de dijk staat zo'n beeldje, hè? Van een man zo met zijn kont omhoog. Dat is een steenzetter. Dat is een steenzetter. Dus die waren natuurlijk toen heel erg belangrijk. Want dat was toch de eerste versteviging van die dijk. Want daarvoor was het alleen maar klei en keileem. En wat voor stenen zet een steenzetter? Zijn dat die basaltblokken? Ja, dat zijn die basaltblokken van verschillende grootte en verschillende hoogte. Loeizware dingen. Ja,
Dat is de zwaarste steensoort die bekend is. Iedere liter weegt 3 kilo. Lekker voor je rug? Ja. Ja. En dan hadden ze daar ook eens bijzondere techniek voor. Zo min mogelijk tillen, zoveel mogelijk rollen. Dus laten de zwaartekracht zijn werk maar doen. Dus heel veel steenzetters hebben het wel tot hun pensioen aan toe volgehouden. Ondanks dat zware werk. Best een zwaar, taai leven. Man als uw opa, is die van die dijk gaan houden? Ja, wij zaten op verjaardagen natuurlijk als kleine kinderen, neefjes en nichtjes, bij opa en oma in huis. En dan kwamen dus ook zijn broers en hun vrouw, de hele kamer vol, je kent dat wel. Daar waren er sterke verhalen over vroeger. En ik smulde daarvan. Want die oude mannen, toen al voor mij oude mannen, die zaten tegen elkaar op te snoeven over avonturen die ze meegemaakt hadden in die vrede wereld. Want toen ging het niet zo. De Arbo-wet die was er nog niet. Dus ze moesten harder werken en er waren minder veiligheidsvoorschriften dan we vandaag allemaal hebben. Als kind is Jan gefascineerd door de verhalen van zijn familie. Het schriftje met het werkstuk dat hij schreef over de afsluitdijk heeft hij nog altijd. En de passie voor de dijk is er niet minder op geworden. Jan werkt als vrijwilliger in het afsluitdijk Waddencenter om de kennis en de verhalen door te kunnen geven. Is er iemand in, laten we zeggen, de hele Nederlandse geschiedenis die Nederland sterker heeft veranderd dan Cornelis Lely? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Cornelis Lely de man is van het moderne Nederland. En dat hij zo'n ontzettend stempel heeft gedrukt op het landschap, maar ook op de hele maatschappelijke inrichting van ons land. Ik noem mezelf altijd de grondlegger van het moderne Nederland, van de 20e eeuw. En in die vorige tijd heb je ook wel belangrijke mensen gehad, maar zo'n invloed weet ik niet. Ik denk het haast niet, technisch en maatschappelijk. Het is enorm. Een toonbeeld van het moderne Nederland. Dat is de afsluitdijk. Om dat nu, na een eeuw, te mogen vernieuwen voor een nieuwe eeuw. Hoe mooi is dat? Ik kom uit een geslacht van waterbouwers. En dan, als je dan betrokken mag zijn bij de bouw van de afsluitdijk, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Want het is toch eigenlijk het mooiste waterbouwkundig project in Nederland, waar we trots op zijn. Wat je vanuit de ruimte kan zien. Iedereen in de wereld kent die afsluitdijk. En als je dan toch in één generatie, mijn generatie, betrokken mag zijn bij zo'n afsluitdijk. Ja, weet je, dan ben je gewoon ontzettend trots dat jij dat mag doen. Bij ons op kantoor, op het hoofdkantoor in Rotterdam. In onze directievergaderzaal, daar hangt een prachtig schilderij van Masterbroek. Wat het moment laat zien in 1932 van de afsluiting van de afsluitdijk. Het laatste moment, dat de laatste kranen erin gegooid worden. Dus die afsluitdijk die speelt echt gewoon een hele mooie rol in de geschiedenis van ons bedrijf. En als de afsluitdijk dan klaar is, is het dan ook klaar met deze blokken? Nee, deze blokken gaan we in miljoenen stuks over de hele wereld toepassen. Dat gaat de hele wereld over? Gaat de hele wereld over, ja. Alle landen aan zee kunnen we het toepassen. Dus wat je hier ziet, dat is echt een klein beginnetje? Het is voor de blok een klein begin, maar afsluitdijk is wel al een heel groot project. Een van de mooiste foto's die wil ik op gaan hangen. Het is prachtig om te zien. Het is gewoon kunst. Hè? Waanzinnig. Schitterend. En de afsluitdijk natuurlijk prominent. Je ziet zelfs de sluizen apart. Ja, Kornbeek Zand, je kan het allemaal heel goed zien. Ongelooflijk. En zwaaien naar huis. Kunst. Zelf wonend aan een IJsselmeerdijk kent Kuipers uit de eerste hand de bescherming van de afsluitdijk.
de zeespiegel stijgt, we krijgen natuurlijk allerlei veranderingen. Grote pompen in de afsluitdijken, die houden ons zeg maar veilig. Voor alle mensen in Nederland, zeker hier bij die zeg maar aan het water wonen, geeft het een veilig gevoel dat die afsluitdijk ons beschermt, ook in de toekomst. Jij houdt het hier nog wel uit voor de rest van je leven? Ik hoop het wel, ja. We hebben een prachtig land. En de helft van het land was ooit water, zeg zo'n beetje. Dat hebben we keurig natuurlijk onder controle nu. Een prachtig staaltje werk, goed te zien vanuit de ruimte. En het geeft ons een veilig gevoel om hier te wonen.